Het is geen verrassing dat Google steeds meer de focus legt op advertenties. Natuurlijk ook niet zo gek, want daar zit de grootste omzet. Kijken we dan eens ook naar de strategieën die dus ondernemers gaan volgen, dan zie je dat steeds meer mensen de stap gaan maken naar het adverteren via Google. Kijken we ook naar überhaupt online marketing, dan zul je dat dus veel meer moeten gaan aanvliegen in een soort van complete online marketing mix. In deze woensdag gemakdag video laat ik je zien, neem ik je eigenlijk mee binnen Google AdWords. Geef ik je enkele waardevolle tips mee om dus marketingbudget veilig in te zetten binnen je Google Ads. Laat ik je zien hoe je een slimme campagnestructuur inricht. En gaan we er eigenlijk samen voor zorgen dat je je waardevolle marketingbudget zo effectief en strategisch mogelijk inzet. Als je eerdere woensdag gemakdag video's hebt bekeken, ik raad je aan om sowieso even op subscribe, abonneren of like te klikken. Geef ook je reacties als je nog vragen hebt, zodat je zorgt dat je geen enkele tip meer mist. Heb je wel de vorige woensdag gemakdag bekeken, dan weet je hoe je dus eigenlijk veilig een adverteerbudget samenstelt. Stap 1 is ook voordat je gaat adverteren, dat je exact weet hoe je veilig, met welk budget, je welke advertenties kunt tonen en hoe je dus je campagne zodanig inricht dat je dus niet zomaar eigenlijk met hagel aan het schieten bent, maar dat je weet van als ik met dit budget werk en ik krijg deze resultaten, dan doe ik dit op een hele strategische, slimme manier. Kijken we naar hoe je je campagnes inricht, dan is het belangrijk dat je al eigenlijk vanaf het begin af aan een soort van structuur gaat bedenken. Er is geen heilige structuur, er is ook geen structuur die je per definitie zo moet gebruiken. Ik laat je de structuur zien zoals ik die zelf gebruik, zoals we die voor opdrachtgevers gebruiken. En die in onze ervaring het prettigst werkt. Als je op een nieuwe campagne klikt, dan krijg je direct wat enkele keuzes van Google AdWords. Nou, daarbij ga je al heel snel de verkeerde richting in. Omdat Google Ads probeert je eigenlijk steeds meer geld uit je portemonnee te kloppen. Voordat je dus ook je campagne start, kies je dus niet een van deze voor bepaalde doelen, maar kies je eigenlijk een campagne zonder een doel te selecteren. Vervolgens kies je op zoeken. Als je net begint, en ik wil deze video zo effectief en kort mogelijk houden, dus ik ga niet alle instellingen bespreken, maar als je net begint en je wilt dus je diensten gaan promoten, zorg dan dat je echt richt op de zoekcampagne type. Ik hou het even op website bezoeken. Stel, ik doe het even voor imgemak.nl. Klik op het doorgaan. En dan begint het de eerste stap, je campagnenaam. Ik adviseer je om je campagnenaam hetzelfde in te richten als je website structuur. Dus als ik bijvoorbeeld bij jou op diensten klik, wat zijn dan de benamingen van de diensten? Nou, bijvoorbeeld bij ons website maken, website laten maken, online marketing training, online marketing advies, Google AdWords training, wat dan ook. Stel, we zijn een boekhouder, ik verkoop een dienst en ik help je dan met de boekhouding. Dan kan een goede campagnenaam zijn de naam van de dienst die je biedt. Dus in dit geval bijvoorbeeld boekhouder. Daarbij zie je dat Google je direct alweer pusht naar eigenlijk meer budget, want wat wordt er gevraagd? Wil je dus ook de zoekpartners van Google opnemen? En wil je adverteren in het Google Display Netwerk? Je kunt eigenlijk samenwerken met Google. Er zijn talloze websites die dat doen. Die dus eigenlijk tegen vergoeding advertenties van, in dit geval jou, ook op hun website plaatsen. Het grote voordeel is van Google Ads is dat je op een zeer hoge intentie je advertentie kunt tonen. Als ik typ in Google boekhouding of boekhouder, zoeken, boekhouder, Tiel, ik noem maar wat. Dan is mijn intentie is al zo hoog dat ik eigenlijk ook daadwerkelijk mee bezig ben om een boekhouder te vinden. Om jezelf kosten te besparen, ik adviseer je om, zeker wanneer je net begint met Google Ads, om dus de zoekpartners en het Google Display netwerk uit te zetten. Bij de meer instellingen. Je kunt eventueel een einddatum instellen. Dus stel dat je zegt, ik wil even een campagne opblazen. Werkt met bepaalde einddatums. Mijn advies is eigenlijk om zonder einddatum te gaan werken. Omdat je dus steeds meer data en informatie gaat verzamelen. Om dus je campagnes verder te optimaliseren.
werk jij namelijk op een slimme manier met je Google AdWords campagnes. Dan ben je dus niet alleen maar bezig met het investeren in nieuwe leads of nieuwe klanten. Maar ja, investeer je eigenlijk direct ook weer in je marketingkennis die je weer mee kunt nemen in je andere online marketinguitingen. Of dus om je advertenties te optimaliseren. Bij de locaties, ik richt me nu even op heel Nederland, maar je kunt je natuurlijk ook in een bepaalde regio gaan targeten. Bij de talen, hou me in ieder geval op Nederlands. Experimenteer daar later mee om bijvoorbeeld de taaloptie uit te zetten. Een goed budget. Nou, in de vorige woensdag gemakkelijk video heb ik daar meer over verteld, dus kijk die even terug. Het bieden zelf. Ook bij het bieden geeft Google je weer verschillende opties, waarbij die eigenlijk al heel snel op kosten jaagt. Ons advies is als je net begint, het kost wat meer tijd in het onderhouden, dat je kiest voor de rechtstreeks en biedstrategie en dan de handmatige CPC. Dus dan bepaal je zelf wat je per klik wilt uitgeven. De site extensies laat ik voor nu even achterwege. Dan krijgen we de advertentiegroep. En de advertentiegroep haal je eigenlijk het liefste themagroepen. Dus stel, ik zou hier zeggen, nou, ik ben een boekhouder in Tiel, dus ik doe hier regio. En dan kan ik hier mijn zoekwoorden in verwerken. Zorg dat je bij het allereerste begin je richt op de exacte zoekwoorden. Dus dat doe je met dit icoontje en dan bijvoorbeeld boekhouder Tiel. Dus als men exact zoekt naar boekhouder Tiel, dan komt mijn advertentie tevoorschijn. Gebruik ik de haakjes en doe ik dan boekhouder Tiel, dan moet boekhouder Tiel in de zin staan. Dus stel ik Google beste boekhouder Tiel, dan wordt ook mijn advertentie getoond. Zorg dat je altijd met de exacte werkt en met de haakjes. Typ ik hier gewoon boekhouder Tiel. Dan is alles wat te maken heeft met boekhouder Tiel. Dan wordt mijn advertentie getoond. Dan zul je zien dat je bereik enorm groeit. Maar ook de kosten. Zorg dat je hem zo flink mogelijk, zo goed mogelijk target. Ik heb hier de regio. Dus ik weet mijn campagne is boekhouden. Dus ik weet dat mijn campagne over de boekhouding gaat. En ik heb een advertentiegroep voor de regio. Klik vervolgens op opslaan. Ik zal je nou even een standaard bot meegeven. Ik bied 1 euro eventjes voor het voorbeeld. En dan begin je eigenlijk met het maken van de advertenties. Zorg dat je je uiteindelijk URL, dus waar gaat de advertentie naartoe. En zorg dat je hier zoveel mogelijk mee speelt. Met het invullen van de juiste koppen en de beschrijvingen. En maak in elk geval bij elke campagne minimaal 3 advertenties. Test een week, test 2 weken, test 3 weken. En kijk van, hey, welke advertentie werkt het beste. En zorg dat je elke keer de beste advertentie pakt. Dan weer nieuwe advertenties maakt. En dan elke keer dus eigenlijk steeds betere advertenties maakt. Ja, ik durf je te beloven dat als je op deze manier gaat werken, dat je al aardig goede stappen hebt gezet in de juiste richting. Natuurlijk kun je nog veel meer leren over Google Ads. Maar ik hou het voor deze woensdag gemakdag aflevering even bij de campagnestructuur. Mocht je vragen hebben, opmerken, laat het weten onderaan deze video. Ik zal al je vragen beantwoorden. Mocht je input hebben voor de volgende woensdag gemakdag video, laat ook van je horen. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.